Hoi, ik ga vandaag deze Funko Pop Harry Potter adventkalender uitpakken. En als je denkt, waarom doe je ineens unboxings? Dat doe ik alleen omdat het nu december is. Dus voor de rest ga ik dat niet echt doen. Maar nu heb ik er wel zin in, want ik vind het leuk. Ik hou van Harry Potter. Laat even weten in de poll of je ook van Harry Potter houdt. En anders mag je weggaan. Nee, grapje. Dus ja, laten we beginnen. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of het wel zo moet, maar we doen het maar zo. Vast wel. En we gaan naar nummer 1. Spannend. Oh, dit gaat makkelijk. Hoop ik. Nou, ja. Oh, in een zakje. Oh. Daar hebben we Harry. Met een super klein logootje op zijn gewaad. Vet schattig. Oh nee, blijf staan. Nummer 2. Ja. Oh. Zo. Even denken, hoe heet zo'n ding ook alweer? Terzieler. Dus zo'n paard die je kan zien als je iemand hebt gezien die overleden is ofzo. Best wel creepy. Maar wel mooi. En dan gaan we naar dag nummer 3. Oh, is dit wie ik denk dat het is? Ja! Dit is echt mijn lievelings. Luna! Kijk nou hoe leuk zij is, die gekleurde glazen. Super gedetailleerd. De Quibbler staat er zelfs. Wow, dat hebben ze er echt super mini opgezet. Super mooi. Zo, dag 4. Wie is dit? Ik denk dat dit Marcel is. Want hij heeft een Gryffindor. Hij is hier wel wat knapper. is dit Marcel? Ik denk het. Kijk, daar heb je Marcel. Heel leuk. Die mag bij Luna, want die zijn verliefd op elkaar. Spoiler. Oh, alles valt. Oh, het ligt. Ik zie het meteen. Sommige zitten in een makkelijker zakje om open te maken. En andere in een goedkoper zakje, lijkt het. Want ik kon deze open scheuren, maar die andere weer niet. Heel leuk gemaakt. Zo. Nummer 6. Niet vallen. Oh. Oh, dit is Ron. Oh, wat leuk met die trui aan. Dat vind ik echt heel leuk. Dat staat ook heel leuk. Oh nee, dit is Fred. Er staat natuurlijk Fred op. Ik dacht het is Ron, maar het is natuurlijk niet Ron. Dit is Fred. Wat leuk. Ah. Hey, die herken ik meteen. Hagrid, die is groot. Wow, dit is wel een mooi poppetje. Met zijn paraplu. Zo, die is groot. Kijk, een hele kop groter. Zo, die mag hier staan. Zo, die staat ook een stuk steviger, want deze vallen de hele tijd om. Ja. Nummer 8. Oeh, wie zou dit zijn? Hermeline, denk ik. Nee. Ofwel, jawel, dit is Hermeline in de gevangenen van Azkaban, want ze heeft de tijdverdrijver om. Grappig dat ze haar dan deze outfit aan hebben gedaan. Ah, die schoenen zelfs, van die gimpjes. Oh, en ze heeft het litteken. Zo, vet gedetailleerd. Die staat ook wel stevig. Nummer 9. Oh, nog een Ron. Oh nee, we hadden Ron nog niet. Hier is Ron, denk ik. Ja. Ah, oh, wat een schatje. Het is wel herkenbaar dat hij er anders uitziet dan Fred. Want hij heeft meer een scheiding in zijn haar. Kijk, Gryffindor. Mooi gewaad. Superleuk. Zo, die mag naast Hermeline gaan staan. Nummer 10. Ik ga ze denk ik straks weer terug doen in de doos en ze dan weer opnieuw uitpakken als ik echt op deze dagen ben, zeg maar. Gewoon voor mijn eigen verrassing nog. Oh, wow. Grappig dat ze haar er ook in hebben gedaan. Moaning Myrtle. Jammer en Jenny. Grappig zeg. Best wel cool.
ze ziet er wel echt uit als een geest met die kleren, omdat het een beetje glimt. Het lijkt een beetje doorzichtig. Wist je trouwens dat de actrice die haar speelt in de film iets van 40 was of zo? Best wel oud, want ze speelt iemand van 11 volgens mij. Of 14. Sorry als ik ervoor zit, maar dat kan nou even niet anders. Ah, nee, die valt om. Ah, aardbeving. Oh, ik zie alle poppetjes eronder al. Kijk, Dobby. Wat een schatje. Oh, hij kijkt wel zo verdrietig. Hallo, wat heeft hij in zijn hand? Een sok. Kijk hoe gedetailleerd dit is. Super cute. Nou, blijf allemaal maar liggen, jongens. Ik vind het prima. Als je maar wel een beetje leuk ligt. Nummer 12. Oh, George. Kijk, daar hebben we George met dezelfde kleurtrui. Heb je wel eigenlijk gewoon twee dezelfde poppetjes. Maar ja, het is ook een tweeling, dus dat mag ook wel. 13. Wat zou hierin zitten? Ik zie het al een beetje. Oh. Perkamentus. Dumbledore. Super mooi met al die sterretjes erop. Kijk nou. Wauw. Dat mondje. Oké. Dag 14. Oh, nog een Harry. Oh, deze is schattig. Kijk, dit is de Harry die nog bij zijn oom en tante woont. Hij heeft namelijk het plakband nog op zijn bril en dat grote blouseje aan die hij van zijn neefje heeft. Superleuk. Hier heb ik dus meerdere van. Misschien ga ik wel eentje weggeven. Wel jammer van al het plastic, maar we gaan naar dag 15. Oh, oh, ik zie het al. McGonagall. Ik zeg de ene keer het Engelse woord en de andere keer het Nederlandse, maar... Nou, ze kijkt wel een beetje zuur. Oh, met dat handje. Wat doet ze dan? Ziet wel een beetje duf uit. Ik weet niet of ik deze op haar vind lijken. Ik weet niet, had wel wat beter gekund. Nou ja, ik herkende haar wel tenminste. Ik ga het straks allemaal mooi neerzetten hoor, maar nu nog even niet. Oh, Ginny. Dat is leuk, dat haar. Dat zie je niet vaak. Dat ze van dat lange haar hebben. Schattig. Oh, dat plastic maakt geluid. Dag 17. Oh nee. Ik had... Oh, wacht. Het is wel Lupos. Oh, dat is leuk. Ik dacht dat ik die niet zou krijgen. Dat had ik ergens gelezen. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem wel heb. Want hij is mijn lievelings. Leraar tenminste. Ik weet niet. Ik vind hem heel leuk in de film. Gewoon echt zo'n held. Kijk, ik vind dat echt heel gaaf. Die scars over zijn hoofd. En dat hij zijn hand zo in zijn zak heeft. Zoals hij dat altijd heeft als hij met Harry praat. Super tof deze. Die vind ik echt leuk. 18. Oh, Draco. Neem ik aan. Oh, zijn haar. Mooi. Hebben we ook een van Slytherin. Mooi met dat pakje aan. Stropdas er mooi. Boven. Nou, dat is niet zo netjes, maar... Leuk, Draco. 19. Oh. De kat van Hermeline. Boring. Hoe heet dat ding ook alweer? Crookshanks? Ja, dat is het volgens mij. Knetter, Jantje, wat een chagrijnig hoofd. Nou, ja, leuk. Hij compenseert weer voor de grote Hagrid, want nu hebben ze er ook een mooie en kleine bij gedaan. Oh ja, dat is Hedwig ook natuurlijk. Zou er ook een rat bij zitten? Zullen zien. Dag 20. Oh, dit is ook een geest. Oh, wat leuk. Nearly Headless Nick. Haast stond over de Henk. Met zijn cape. Super gedetailleerd ook weer. Kijk nou, al die rafeltjes. Je herkent hem ook meteen. Super schattig. Maar hij is niet Haastond hoofd. Het was wel grappig geweest als hij zijn hoofd zo scheef had. Maar dat heeft hij in de film ook niet altijd. Dus het klopt wel. Dag 21. Oh, Snape. Denk ik. Oh. Snape. Heeft hij een blauwe? Dat kan ik me even niet herinneren.
dat die iets blauw zijn. Ja, dat zal wel. Maar het is dan iets donkerblauw volgens mij. Hij ziet er zo jeugdig uit, hè. Schattig. Dag 22. Nog een hermelien. Met een boek in haar handen. Ik vind het wel leuk dat je meerdere hermeliens krijgt aan de ene kant en meerdere Harry's. Waarschijnlijk ook meerdere Ron's, dat krijgen we nog. Omdat je dan er bijvoorbeeld eentje kan weggeven aan iemand. Maar het is ook wel weer jammer dat er dan niet andere figuurtjes in zitten. Zoals, Voldemort. Of krijgen we die nog? Als Voldemort er niet in zit, zou het wel heel raar zijn. Of Sirius misschien. Gewoon nog, of de ouders van Harry. Dag 23. Ik denk dat we Ron en Voldemort nog krijgen. Ik hoop tenminste dat we Voldemort nog krijgen. Anders dan is het een beetje gek. Maar... ja. Oh, met zijn kersttrui. Die vind ik echt leuk. Daar had ik van Harry ook wel eentje willen hebben. Deze vind ik echt leuk. Kijk nou, deze kleur rood is ook mijn lievelingskleur. Oh, en hier is zijn haar ook nog zo cute. Zoals die in de eerste paar films had. Harry, you've got presents. Oké, sorry, ik ben even helemaal flashback. En we zijn alweer aangekomen bij de laatste dag. Wat denken jullie dat erin zit? Laat het weten in de comments hieronder. Ik denk dat Voldemort erin moet zitten, want het zal wel een beetje gek zijn als hij er niet in zit, toch? Zullen we kijken? Nog een gek einde, krijg je Voldemort. Nee, het is niet Voldemort. Dat is gek. Het is Harry met zijn kersttrui. Die vind ik ook wel heel erg leuk. Wow, je krijgt 3 Harry's dus. Oké, we hebben niet Voldemort. Dat vind ik wel gek. Ook al is dat waarschijnlijk toch een heel lelijk figuurtje. Want het is gewoon een kaal poppetje. Maar ik vind het wel gek dat hij er niet bij zit. Maar deze is ook heel leuk. Met zijn kersttrui. Ik vind dat echt heel schattig. Oh, kijk nou. Die vind ik echt wel heel leuk. Kijk nou, hoe schattig. En hier heb je alle 3 de Harry's. Laat even weten in de poll welke van deze 3 je het leukst vindt. En laat ook even weten welke je van alle figuurtjes het leukst vindt. Even denken wat mijn lievelings is. Luna is leuk, Harry is leuk, Lucas is leuk, ik vind Henk ook heel leuk, Evelien is leuk. Ik vind Marcel wel gek dat ze die erbij hebben gedaan. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik vind Luna heel erg leuk, Hazel ook, ik vind Hermelien's kleren heel leuk, maar niet het allerleukst. Lucas is gewoon mijn favoriete uit de film, mijn favoriete karakter. En Harry, ik heb hem niet gezien dat hij daar niet gekeken had. Ik vind het ook op die andere, ja. Kijk nou, wat leuk. Ik ga er ook eentje weggeven, denk ik. Ja, is wel leuk bedacht, maar ik vind dat waarschijnlijk heel moeilijk om te kiezen. Maar ik zal er eentje weggeven als ik 300 likes heb op deze video. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar het kan wel. Dus doe je best. En hier zijn ze bijna allemaal, behalve de dubbele. Ik wil nog wel zeggen dat ik deze plaat, die er zo ligt, heel leuk vind. Dat het er meteen als geheel heel leuk uitziet als je het uitpakt. En ik vind het ook heel leuk, ook al zijn het er dus 3, dat je... Harry dus als laatste krijgt met zo'n trui aan, want dan is het echt kerst. Dus dat vind ik echt heel leuk bedacht. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken. Doei! Het bleek volgens mij uiteindelijk dat Voldemort wel in de kalender zit, maar dan in de andere versie. Maar hij was dan in plaats van Lupos en ik vind hem leuker. Dus daarom ben ik wel blij dat ik deze versie heb. Het is inderdaad wel een beetje vreemd als je Voldemort op het einde krijgt. Zo van, yo, daar ben ik nog.